아마도 외계에서 온것 같은 커다란 구형 물체가 우리 영역을 향하고 있습니다. 우리 자신을 방어하는 것은 우리의 의무이며 우리의 영광스러운 지도자 김정은은 이 목표물을 향해 여러 개의 핵폭탄을 발사할 것을 명령했습니다. 그는 구체가 어디에서 오는지 모르지만 이 물체가 미국적이라는 것이 매우 높다고 생각합니다. 그것은 완전히 말살될 것이고 우리 민족은 영원히 살기 위해 여기에 있습니다. KBS입니다. 텔레비전을 끄지 마십시오. 서울에 비상경보가 이어집니다. 비상사태, 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 비상사태. 이것은 테스트가 아닙니다. 평양에서 여러 개의 핵폭탄이 서울로 오고 있다. 우리의 핵방어 시스템은 현재 하나의 폭탄을 제외한 모든 것을 격파했습니다. 집에서 가장 안쪽에 있는 가장 낮은 곳으로 대피하고 지역 KBS 라디오 방송국에 맞춰진 배터리 전원 또는 수동 크랭크 라디오와 함께 향후 14일 동안 충분한 음식과 물을 확보하는 것이 좋습니다. 우리의 영광스러운 조국은 남한의 미제로부터 스스로를 방어하기에는 너무 약합니다. 남한과 유엔군이 수도 평양으로 향함에 따라 우리는 항복할 수밖에 없습니다. 'Dit is een noodwaarschuwing. Luchtalarm. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van NASA, Astron, de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, de provincie Utrecht en de Nederlandse regering in verband met een bolvormig object met zeer vermoedelijk buitenaardse oorsprong, welke op het punt staat om boven de stad Utrecht te landen. Het voorwerp heeft gisteren de Nederlands-Duitse rijksgrens gepasseerd en heeft al voor veel paniek gezorgd op het Koreaanse Schiereiland. Het is niet bekend op welke plaats deze zal landen en of de inzittenden van het object vriendelijk of vijandig zijn. U wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. De Koninklijke Landmacht staat klaar in en om de stad Utrecht om het object te analyseren zodra het is geland. Astron-telescopen hebben geprobeerd met dit object contact te maken en hebben al meerdere malen reacties op hun signalen binnengekregen. U wordt geadviseerd voor meer informatie over te schakelen naar uw lokale tv- of radiozender. Waarschuwingen en updates worden ook verzonden via NL Alert. Indien u een mobiele telefoon heeft, schakel 5G aan om deze waarschuwingen te ontvangen. Ook ontvangt u via NL Alert meldingen over mogelijke evacuaties. Dit is een noodwaarschuwing. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van de Koninklijke Landmacht, de provincie Utrecht en de Nederlandse regering in verband met meerdere wezens die uit het bolvormig object zijn gestapt. Om het object, wat op het Julianapark is geland, is een groot hek geplaatst. Desondanks blijken meerdere wezens te zijn ontsnapt. Geen paniek, NAVO-troepen zijn onderweg om de situatie onder controle te krijgen en wetenschappers hebben meerdere wezens in handen voor onderzoek. Nog steeds weet niemand zeker of deze wezens vriendelijk zijn, dus u wordt geadviseerd om binnen te blijven en alle ramen en deuren te sluiten. Als u toch naar buiten gaat, houd dan rekening met wezens met de volgende eigenschappen: een grote, rode bol met 8 lange armen aan zijn voorkant, een oog aan de top van 2 van deze 8 armen, zuignappen op de andere 6 armen en aan zijn onderkant 4 kortere poten.
Dit is een noodwaarschuwing. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van de landelijke eenheden van de nationale politie en de Nederlandse regering in verband met meerdere meldingen van vermiste kinderen. Deze kinderen zijn meestal voor het oog van de ouders spoorloos verdwenen en zijn nog niet teruggevonden. Waarschijnlijk zijn deze kinderen meegegaan met de buitenaardse wezens. Slechts 3 kinderen zijn teruggekeerd op dit moment en allemaal hebben ze verteld dat ze vrienden zijn geworden met de buitenaardse wezens. Deze buitenaardse wezens hebben tevens meerdere malen ouders aangevallen als ze het contact tussen hun kinderen en de buitenaardse wezens verbreken of voorkomen dat ze bij de kinderen komen. Het advies luidt dus: verbreek geen contact tussen mensen en buitenaardse wezens. Dit is een noodwaarschuwing. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van NASA, Astron, de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, de Koninklijke Landmacht en de Nederlandse regering in verband met meerdere bolvormige, vallende objecten. In de volgende steden zijn de ruimteschepen geland: Utrecht, Assen, Groningen, Soesterberg, Amstelveen en Maastricht. De Nederlandse regering heeft akkoord gegeven aan een militaire blokkade op de Nederlands-Belgische, een Nederlands-Duitse grens. Het passeren van deze grens zonder een ontheffing van de Koninklijke Marechaussee is levensgevaarlijk. Luchthaven Schiphol en alle treinstations zijn gesloten. De blokkade is nodig om alle buitenaardse wezens onder controle te houden en om de verspreiding van eventuele buitenaardse virussen en bacteriën te voorkomen. I hope you've enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and share this video with all your friends, and perhaps consider subscribing to my channel. Thank you, and I'll see you next time.